Hi, welkom in deze nieuwe video van mij. Het is nu maandagmiddag en ik ben lekker een dag thuis. Ik ga hier dus gewoon goed gebruik van maken om weer eens even een nieuwe video op te nemen voor jullie. Ik ga gewoon even kletsen. Waarom? Omdat het is nu precies een week verder nadat ik bij Dahlia Skin Clinic mijn needling treatment, facial behandeling gehad heb. En daar heb ik heel veel lieve, leuke, bijzondere reacties op gehad. En ik wil jullie gewoon even bijpraten van... ja, wat op dit moment de stand van zaken is. Nou, zoals jullie kunnen zien is die roodheid eigenlijk helemaal weggevaagd. Ik heb nu alleen mijn wenkbrauwen even ingetekend en voor de rest niks. Dus ik heb geen poeders op, geen concealers of wat dan ook. Zoals jullie zien is dus de roodheid weg. Wat je niet denk ik op camera kan zien is dat ik nog wel heel veel kleine velletjes heb. Vooral hier rondom. Die moeten er dus nog afvallen. Want wat je eigenlijk dus doet is je... nou, wat er toen ook gezegd is, je beschadigt oppervlakkig... op de juiste manier de huid, waardoor je gewoon veel signalen krijgt dat die van binnenuit weer opnieuw moet herstellen. Dus ik merk vooral dat inderdaad die plekjes die ik hier had en die ik hier veel had, die zijn gewoon weer wat ja, doorgeboord. En ja, die laten dan gewoon weer los en dan ga je gewoon weer vervellen. Nou, dat heb ik de afgelopen dagen gedaan. Heb veel producten ook gehad, dus heel erg last van het vervellen heb je eigenlijk niet. En tot nu toe ben ik eigenlijk ja, heel erg tevreden met het resultaat. Nou is het nog niet klaar hoor, want eigenlijk moet je deze behandeling 3 keer doen. Dus waarschijnlijk over nu 3 weken, ja het zijn nu precies een week verder, aan het eind, nee, begin van volgende maand heb ik weer een afspraak. Dan gaan we het weer een keer doen en dan een maand later weer een keer, zodat je echt helemaal je huid hebt vernieuwd in feite. Dus dat wilde ik doen. Heel veel mensen die vroegen ook of het echt pijnlijk was, vooral ook daarna. Nee, eigenlijk niet. Ik heb er niet heel veel last van gehad. Wat wel zo is, je kan geen make-up dragen. Kan wel, ze zeggen het zelf ook, maar ik vind eigenlijk van niet. Waarom? Je beschadigt toch je huid. Dus je huid ligt open. Waar kan je absoluut niet tegen? Zonlicht. Waarom zou je dan wel tegen make-up kunnen? Snap je? Dus ik zou het niet aanraden. En wat ik ook veel gelezen heb, is dat mensen echt dachten van... jeetje, dat je zo durft te vertonen buiten. En dat je ermee om durft te lopen en dat je niet schaamt. I don't care, want wat een ander ervan denkt, maakt mij niet uit. Ik doe het voor mezelf, niet voor de ander. Dus dat je onzeker bent en dan make-up wil dragen... ja, natuurlijk, misschien als je een baan hebt waar het bij hoort... dan moet je het misschien in je vakantie doen of zo. Maar ja, in de vakantie heb je weer zonlicht. Dus ja, je moet wel een moment kiezen dat het misschien beter is. Maar ik heb gewoon gewerkt, ik heb mijn klanten gewoon gezegd... sorry jongens, ik zie er eigenlijk helemaal niet uit... maar dat maakt me ook echt niet uit, want het wordt uiteindelijk beter. Dus daar heb ik het voor gedaan. Om even iets uit de weg te halen, heel veel reacties waren ook van... dit is toch dé behandeling van Kim Kardashian? Nee, dat is het niet. Waarom? Kim Kardashian heeft bloed uit haar eigen lichaam laten halen. Dat wordt met een centrifuge, wordt het heel hard gecentrifugeerd. Waardoor je de witte en de rode bloedlichaampjes van elkaar scheidt. Ik weet verder niet precies wat ze doen, maar de witte of de rode of het plasma van het bloed... zetten ze weer terug in je huid. Want dat is juist wat je een beetje mist in die opperhuid. Dat het door bloeding heel erg gestimuleerd wordt. Dus dat is echt die vampire treatment. En dat heb ik niet gedaan. Dat is een hele ander soort behandeling. En dit is gewoon veel oppervlakkiger nog. En hierbij breng je niks in je huid. Het is gewoon net een stap verder dan microdermabrasie. Dus wat ik heb gedaan is gewoon needling met een dermapen. En wat Kim Kardashian heeft gedaan is echt vampire needling. Nog iets. Ik weet niet eens hoe dat heet. Maar goed, dus dat is dat. Ik ben tot nu toe best wel tevreden met het resultaat, geloof ik. En als jullie vragen hebben, hoor ik dat graag. Wat ik trouwens ook nog even tussendoor wil vertellen is over de glutenintolerantie die ik heb. Ik heb er best wel veel over social media op laten zien. Omdat ik er toch eigenlijk heel erg geïrriteerd van word. Want ik vind het helemaal niet leuk dat ik het heb. Waarom? Omdat ik namelijk gewoon een stofwisseling heb van nog 2 tieners van 12. Ik kan echt een heel brood eten, 2 appeltaarten en noem maar op. En ik blijf echt gewoon op mezelfde gewicht. Dus ik deed het ook juist om een beetje op gewicht te blijven. Nu ik dus die glutenintolerantie heb, kan ik dus eigenlijk niet meer doen. Dus ik ben nu vooral heel veel groentes, heel veel salade. Wel glutenvrij brood en glutenvrije crackers aan het eten. Maar nou ja, rijstwafels en crackers, je weet het zelf. Daar kun je zeg maar 20 van eten en daarna heb je nog steeds de zin in lasagne. Dus ja, heel veel mensen die geven tips waar ik heel erg blij mee ben. Want ik zou jullie eigenlijk zeggen dat ik er niet zo heel veel verstand van heb. Vooral qua lunch weet ik nooit zo goed wat ik moet doen. Qua ontbijt zit ik dus nu op de amandelmelk, rijstmelk, cashewmelk.
soja af en toe, maar dat is niet altijd meer goed. Zoveel mogelijk biologisch. En die producten die probeer ik dan te mengen met ontbijtgranen, maar dan allemaal glutenvrij. Dus boekweit en maïsproducten en allemaal van dat soort dingen. Nou ben ik heel blij dat ik gelukkig van alles lust. Dus ik vind niet zo snel iets vies. En dat helpt mij vooral deze producten tot mij te nemen. Want ik zal je wel heel eerlijk zeggen, het heeft voor grotendeels echt geen smaak. Het is niet lekker, het is niet spannend, je hebt niet een smaaksensatie. Het is gewoon saai, het is droog. En het ruikt en het smaakt alsof het brood zeg maar al een hele week heeft gelegen. Nou ben ik er wel achter gekomen doordat iemand me de tip heeft gegeven. Ga je glutenvrij brood lekker roosteren. En dan bijvoorbeeld weer pindakaas of appelstroop erop. Dat maakt het dan net even iets knapperiger. Dus dat vond ik een hele goede tip. Ik ga alleen wel zeggen, ik ben echt wel weer 3 kilo kwijt. Dus ik ben echt nu voor mijn doen onder mijn gewicht. En daar baal ik gewoon heel erg van. Sporten moet ik echt doen. Maar ik krijg me gewoon niet echt de sportschool in. Ik wil het heel graag, maar het is me gewoon tot dusver nog niet gelukt. Maar dat gaat komen. Als de zomer weer aankomt of zo, dan heb ik dus iets van, oké, dan gaan we lekker pompen. Maar dan dit slaat nu echt helemaal nergens op. Als ik nu ook ga sporten met dus het dieet wat ik nu heb, dan val ik alleen maar af. Wat ik verder nog wil vertellen, is dat ik zometeen dus met Lau een make-up look ga opnemen voor de Body Shop. De Body Shop heeft ons gevraagd of wij 17 november in Amsterdam in de Body Shop een workshop willen geven. En dat gaan we dus zeker doen. Daarvoor zijn er helaas maar 40 plekken beschikbaar. En we hebben echt al 300 aanmeldingen gehad waar we dus 40 van mogen selecteren. Maar goed, anyway. Wij gaan nu lekker de make-up tutorial doen. Of in ieder geval de opnames. Ben je vooral benieuwd hoe ik het gedaan heb? Kijk dan even naar Laura de kanaal. Laura Ponticorvo. Zoek het op. Zoek even de tutorial op van de Body Shop. En daar kun je zien hoe ik alle producten heb gebruikt. Plus de tips en tricks. En ja, dan komt zometeen even het eindresultaat. Oké, ik ben inmiddels aangekomen in de perfecte tv-studio. Tadaa! Gewoon achter in de kamer. En we hebben hier alle productjes neergelegd van The Body Shop. Wij gaan beginnen met de foundations. De Matte Clay Skin Clarifying Foundations. Ze had zelf nog die kleur, maar die is een beetje donker omdat ze vaak op vakantie is geweest. 2 wat lichtere kleurtjes voor de winter. Loose powder voor eroverheen. Eventueel de All-in Phase 1 Base Double Foundation. Voor net iets meer dekking. Dus ik moet even kijken. Misschien is die alleen al genoeg hoor. Maar soms vind ik het mooi om net even een klein beetje vooral aan de middenkanten van het gezicht eroverheen te doen. We hebben hier hele mooie glitters voor over de décolleté of schouders voor een off-shoulder shirt of jurkje. We hebben hier hele mooie bolletjes. Dat zijn de Brush on Sunlight. Oftewel ook nog highlighters, blushes voor wat kleur. Deze Drops of Glow Illuminating geven ook een heel mooi glow effect. 2 verschillende mascara's. Deze is echt voor verlenging. De Lash Hero Viber Extension. En een Culprit Load hou ik altijd wel van. Nou, deze kennen jullie. De Star Stamp Liner, niet al te lang geleden. Volledig over mijn hele pan gehad. Dankzij jou, dank u vriendelijk. We hebben hier 2 oogschaduwpaletten. We Rule the World en The Night is Mine. Superleuk, heel gaaf, met glans. En wat helemaal in wordt is inderdaad een metallic glow. Zeker voor op de lippen. Dus je hebt hier de Metal Lip Liquids. Zoals jullie zien, 3 verschillende kleuren. We gaan zo meteen even kijken wat het beste bij de look past. Hele mooie penselen. Ze voelen ook echt fantastisch aan. Dus daarna gaan we nog even wat extensions in doen van Real Hair Online. Een kleine krul erin voor de perfecte look. So let's go. Lau. Ja. Are you ready? Yes. 'Cause Freddy is ready. Ik heb letterlijk het zweet op mijn voorhoofd staan. Het is hier zo warm en we hebben net in een uur tijd zo hard gewerkt. De final look is inmiddels klaar. Hier is het inmiddels een ravage geworden, want we hebben natuurlijk heel veel producten door elkaar gebruikt. Ben je nou benieuwd wat we allemaal gedaan hebben en hoe we dat gebruikt hebben? Kijk dan de video van Laura Ponticorvo. This is the final look. Yay! Dag, kid. I feel pretty, so pretty. Dag, schat. Dag, schat. Nou, we hebben de haren van Real Hair Online. Ik heb ze een beetje gekruld. Ik heb de ogen gewoon wat sterker aangezet. De lippen heb ik gewoon echt... Oh, die gaan we zo slow-mo gebruiken. Zo, slow-mo. Ja, nee. Nee, heerlijk. Dit is gewoon echt een face look. Ben jij nou benieuwd wat we allemaal gebruikt hebben, hoe we dat gedaan hebben? Kijk de video binnenkort online. En vertel jij eens even wat we gaan doen 17 november. Wij geven een masterclass make-up samen met de Body Shop aan 40 van jullie. Dus, wat moeten ze doen?
naar mijn Instagram post gaan. Van Laura.Corvo. Reageren. En van alle 300 reacties die we nu al hebben, gaan we zelf 40 meiden uitkiezen. Yes. Dus misschien zit jij er toch nog bij omdat je gewoon een hele leuke reactie hebt. Fingers crossed. En dan geven wij een kleine masterclass over onder andere deze producten. Yes. Behalve die haarborstel. Oké, jongens, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Mochten er nog vragen zijn, zet hem vooral hieronder neer. Ik ga over een paar weken of over een week ga ik jullie weer even meenemen naar wat de gang van zaken is op dit moment. En als jullie nog vragen hebben, zet het natuurlijk hieronder neer. Dan lees ik ze allemaal en dan ga ik daar weer op terugkomen in een volgende video. Dank jullie wel, ik hoop jullie snel weer te zien. En duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie graag in de volgende video. Ciao!